8.816 mensen hebben gezegd, wij zien daar niet zitten. We hebben dat aan de minister duidelijk gemaakt. En blijkbaar heeft ze daar ook wel echt rekening mee gehouden. De kazerne komt niet in het drongengoed. Bij Groenalter halen ze opgelucht adem. Er komt dan toch geen legerkazerne op het militaire domein van Ursel, vlak aan natuurgebied Drongengoed. Toen bekend raakte dat de zogenaamde kazerne van de toekomst mogelijk in Aalter zou komen, verzette de oppositiepartij zich meteen tegen de plannen. 1000 militairen die elke dag op en af rijden, dat betekent eigenlijk heel wat drukte, bijkomend verkeer. Bovendien heb je daar 2 hele grote vliegbanen. De vraag is, als daar dan al een kazerne is, of dat daar dan ook geen militaire luchtactiviteit zou echt ontplooit worden. Ja, dat is helemaal niet te combineren met natuurontwikkeling. En zeker, het gaat over een Europees beschermd natuurgebied. Dat betekent dat daar heel veel zeldzame planten en dieren zitten. Gezien Aalters burgemeester Pieter de Krem wel voorstander is van een kazerne in Aalter, starten Schouwvliegen en Co. een petitie op tegen de kazerne. Met 8.816 stemmen en ook de steun van onder meer Partij Vooruit, trokken ze naar defensieminister Ludivine de Donder in Brussel. Met succes, blijkt nu. Het toont wel echt aan dat je stem laten horen, zeggen waar je mee akkoord bent en waar je niet mee akkoord bent, dat echt wel uithaalt, dat de beslissingsmakers daar wel degelijk rekening mee houden. Burgemeester de Krem was niet bereikbaar voor een reactie.